genieten van heerlijke speciaalbieren en mooie wijnen in een gezellige ambiance. Bij Van Spijk, speciaal biercafé en wijnbar. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Hermans & Partners, hoofdsponsor van voetbalvereniging GOZ. En de hoofdsponsors van FC Binnenmaas, ETD, ABS, Voorwinden en Friesland Campina. Wat kunt u verwachten bij HW Sport aan Tafel? We spreken natuurlijk met de sporters. We kijken ook zo rond op de velden. We spreken met bestuurders van sportvereniging. We spreken met de politiek en we spreken ook met het bedrijfsleven. Hier aan tafel, maar niet alleen hier aan tafel, ook bij de verenigingen zelf zullen we langsgaan. Het is de allereerste uitzending van HW Sport aan tafel. En deze allereerste uitzending zit bommetje vol met gasten. We hebben de voorzitter van FC Binnenmaas en de aanvoerder van het eerste van FC Binnenmaas. We hebben de voorzitter van GOZ in ons midden. We hebben de wethouder van Kromstrijen en we praten dan over het talent Olaf Kooi. En jij, Wim, zal nog spreken met een sponsor van ons. Wat is jou opgevallen in het sportnieuws de afgelopen weken? Het meest in het oog springend was de laatste weken toch wel de competitieindeling van de nieuwe elftallen in het amateurvoetbal. En zeker de Hoekse Waardse clubs, waar veel derbies op het programma gaan staan dit seizoen. Waar kijk je naar uit? Welke wedstrijd? Nou, in de derde klasse zijn er een aantal mooie. In de vierde klasse, maar ook in de tweede klasse. En ik heb geen echt een bijzondere waar ik echt naar uitkijk. Nou, FC Binnenmaas Strijden. Dat lijkt me een leuke pot worden. Een mooie inkoper. Ja, zeker. Welkom bij HW Sport aan tafel. Aan tafel aangeschoven, de voorzitter Arjan van der Giessen van FC Binnenmaas. Promovendus FC Binnenmaas, moet ik natuurlijk zeggen. En de aanvoerder van het eerste van FC Binnenmaas, Johnny Meijers. Heren, van harte gefeliciteerd. Dat ten eerste natuurlijk met het behaalde promotie naar de tweede klas. Derde en tweede klas. Keurige prestatie. Dat was wel een feestje, John. Ja, dat was zeker een feestje. Zeker na het laatste fluitsignaal was het helemaal los. Ja. Je broeder scoorde 2 in die wedstrijd. Ja. Eentje van die heb ik dan. Ik ben niet bij de wedstrijd zelf geweest, maar ik heb hem op internet gezien. Dat was wel rustig en kalm, dat doelpunt. Ja, ik vond ze alle twee wel rustig en kalm. En, ik had misschien wel. Waren misschien de ballen nog steeds aan het zoeken als ik het had moeten doen. Ja. Maar hij bleef ijzig kalm. Keurig, hè? Dat geldt trouwens voor het hele team. Het laatste, dit jaar, 2015. Dat is rustig en kalm gebleven. Ja, zeker. En hij heeft eigenlijk geen wedstrijd, misschien 1 verloren. Ja. Dit jaar. Ja. Maar voor de winterstop liep het eigenlijk niet. Nee, voor de winterstop zaten we meer te denken van hoe kunnen we erin blijven. Ja. En met dieptepunt natuurlijk de laatste wedstrijd voor de winterstop waar je bij Seolto dik verliest. Ja, ja. De onderstroom staat, hè? Ja. Dus het was wel nodig dat er wat ging gebeuren. Wat is er gebeurd? Ja, wat er precies gebeurd is, we zijn een ander systeem gaan spelen. En voor de rest zou ik eigenlijk niet zo 1, 2, 3 weten wat er nou echt... de motivatie van alle jongens. Motivatie, jullie hebben winterstop gehad natuurlijk. Er zal waarschijnlijk wel een trainingskamp zijn geweest. Ja. Daar zal wel een goed woord zijn gesproken ook. Ja, er is met iedereen gesproken. Ja. En ook misschien wel onderling. Ja, ook onderling. Wat er moet veranderen en welke instelling je in principe moet hebben om toen nog in de derde klasse gewoon te handhaven. Ja. Want dat was gewoon het belangrijkste wat er moest gebeuren natuurlijk, en dat het dan zo uitpakken. Ja, dan loopt die tweede helft van het seizoen, die loopt dan. Kijk je dan wel eens om je heen zo, joh, hoe kan dit? Hoe nou, ja, want want het is zelfs zo, als je zo had gescoord voor, dan had je gewoon hard meegedaan om kampioenschap. Ja, je wint van Feyenoord uit, maar dat zijn ook precies tweede helft van het seizoen de wedstrijden geweest. Hoe ik erover denk, van... Je had zeg maar om de 2 weken, 3 weken had je een derby en Feyenoord ertussen. Dus je had zeg maar Feyenoord, die won je. En dan geef je een enorme boost voor de wedstrijden tegen relatief mindere tegenstanders. Ja. En dan kreeg je 2 mindere tegenstanders en kreeg je bijvoorbeeld weer Schravendeel.
waar je weer volle bak, waardoor je eigenlijk weer twee wedstrijden relatief mindere tegenstanders gewoon toch... Wat vond je de leukste derbies? Voor mij persoonlijk was het Schravendeel, maar dat is gewoon puur omdat ik in Schravendeel woon en ja, dan komt het niet in je hoofd op om te verliezen. Zeg maar. Nee, dat wil je niet. Dan wordt de week geen boodschappen doen. Nu de tweede klasse. Ja. Inmiddels is de indeling van de tweede klasse bekend, vind je? Ja, de voorzitter zei het al, het is een pittige competitie. Pittige competitie. Waar kijk je naar uit, naar welke wedstrijd? Ja, Strijen is natuurlijk een leuke wedstrijd en Peace Hill. Het waren een paar jaar geleden ook altijd een leuke wedstrijden. Dus, Hebben jullie onderling als team al gesproken over het nieuwe seizoen? Nou, niet echt. Niet echt eigenlijk. We zijn wel bij elkaar gekomen. Vorige week zijn we dan met heel de ploeg zijn we door de sponsor uitgenodigd naar de Stenenlijn te gaan. Hebben we met elkaar gesproken natuurlijk. En, ik weet niet of de indeling toen al bekend was. Nee, ja, denk ik eigenlijk ook niet. Nee, eigenlijk, volgens mij niet. Ik denk dat het pas echt gaat leven als je echt gaat beginnen. Het is nu echt nog van, we zijn gepromoveerd. En dat, zelf heb ik dat gevoel nog heel sterk van, het is toch wel lekker. Ben je al in training? 1 augustus gaan we weer beginnen. En voor mezelf een beetje lopen en toch een beetje bezig blijven. Want ik ben nu al een maand langer doorgegaan. Eigenlijk lig je natuurlijk nog langer stil. Dus. En, maar rust is ook gewoon belangrijk, vind ik, om pijntjes te doen vergeten. Feyenoord die zit ook weer bij jullie in de competitie. Die zei vorig jaar, dat winnen wij. Ja. Gaan ze dat dit jaar weer doen? Een trapje over? Nou, ze hebben best aardig wat spelers er weer bij gehaald. Dus ik denk dat ze wel weer boven mee gaan draaien. Ja, ja, ja. Daar ben ik niet bang voor. Wie is voor jou de grote kanshebber hierin? Feyenoord, toch wel Feyenoord. Feyenoord. Ja. Moet je nog op vakantie? Ja, ik ga nog wel op vakantie. Waar ga je naartoe? Naar Sicilië, Italië. Mag ik je veel plezier wensen. Hartstikke bedankt. We gaan verder met de voorzitter van FC Binnenmaars, Arjon van der Giessen. Arjon, ook natuurlijk nogmaals gefeliciteerd met het mooie feestje van een paar weken. Jawel. Ja. Want het was een feestje, hè? Ja, het was geweldig. Het is, je zag het aankomen op den duur. De na-competitiewedstrijden hebben we zo verschrikkelijk goed gevoetbald en zo verdiend gewonnen. En dat was een complete ontlading toen... Danny Meijers, John's broer, in de laatste minuut, of in de reserve speeltijd al, die 3-1 maakte. Toen was het eenmaal over. Dat was echt geweldig. Ja, dat was een ontlading, want die is op internet te zien via het filmpje. Dus dat is echt heel mooi. Het was heel druk, hè? Gigantisch. Ja, dat is het normaal bij Binnenmaars toch al, vind ik zelf. Goed druk altijd langs de lijn. Maar nu was het echt druk. Ja, we schatten dat er zo'n 1000 man was. Dat is natuurlijk geweldig voor een derde klasse. En we hadden nog parkeerruimte over. Want dat was allemaal verzorgd. Keurig verzorgd door de werkgroep. En de gemeente had meegewerkt. We konden heel veel auto's kwijt. Dus we hadden nog ruimte over. Er hadden nog meer mensen bijgekund. Maar het was geweldig gezellig druk. En mooie spanning rondom het veld en op de tribune. Geweldige dag. Ja. Hoe is het voor de rest voor de club verlopen? Het eerste, dat is natuurlijk een grandioos feest geweest. En de rest van de club, hoe heb die het gedaan dit jaar? Ja, natuurlijk willen we meer kampioenen zien. Er zijn enkele ploegen zijn kampioen geworden. Mm-hmm. Minimaal 1 senior team en een enkel jeugdteam. Maar we willen toch, met name de jeugd willen we verbeteren. We willen investeren in de jeugd. We hebben ook weer een jeugdcoördinator aangesteld. Die meer de lijntjes moet gaan uitzetten, meer begeleiding moet geven aan de trainers. Dus we willen werken aan de jeugd, we willen meer kampioenen en we willen met name meer elftallen van de jeugd hoger hebben spelen. Want we vinden zelf dat we op dit moment met te veel elftallen iets te laag spelen. Ja. FC Binnenmaars is met 9 jaar de jongste voetbalvereniging, zou je zeggen, van de Hoekse Waard, maar dat is natuurlijk niet waar. Nee. Want die F van FC Binnenmaars staat voor fusieclub en de fusie bestaat uit VV Puttershoek en VV Maasdam natuurlijk. Ja. Dat is 9 jaar geleden. Ben je betrokken geweest bij die fusie? Nee, alleen heel even in het begin. Maar omdat ik een andere pet op had als voorzitter van de rijvereniging Johan van Friso. Die ook na de sportland zou moeten verkasten. Heb ik gezegd, ik kan dat niet maken. Ik kan geen twee pet op hebben. Ik moet op één vereniging concentreren. Mm-hmm. Dus ik ben daar... niet daadwerkelijk betrokken geweest. Nee. Toch zijn die twee clubs die zijn bij elkaar gevoegd. Dan heb je natuurlijk te maken met twee clubculturen. Is dat nu in elkaar verweven, die twee culturen? Ja, op dit moment hoor je er eigenlijk helemaal niks meer over. Natuurlijk in de beginfase waren er mensen die en leden ook, die riepen nog wel eens, ik ben van Puttershoek en anderen, ik ben van Maasdam.
En ja, bij oudere mensen komt dat nog wel eens even boven water. Mm-hmm. Maar ik moet zeggen, de laatste anderhalf, twee jaar hoor je er helemaal niets meer over. Het is gewoon FC Bindermaas geworden. En zeker nu we gepromoveerd zijn, hè, waar we bijna negen jaar op hebben gewacht. Ja. Is het een soort halleluja, wij zijn Bindermaas. Dus dit heeft wel echt geholpen. Dat ik vind dat dit resultaat heeft zeker meegeholpen om Bindermaas binnen de gemeente Puttershoek en Maasdam als één geheel op de kaart te zetten. Absoluut. In een van de filmpjes die wij hebben getoond op Facebook, spreekt Bas Hoek van Pierceel. Die spreekt eigenlijk dat hij ook wel een fusie ziet zitten met een andere vereniging. Ja. Zijn jullie eigenlijk een blauwdruk voor hen? Of zou dat zo kunnen fungeren? Zijn jullie gegroeid echt door de fusie? Ik denk als je aan fusies gaat denken, dan moet je wat handvatten hebben. En wij hebben zeker zo'n soort blauwdruk beschikbaar. We hebben de ervaring. We werden ook benaderd door verenigingen die met zoiets bezig zijn. Rotterdamse verenigingen. Er zijn verenigingen die komen kijken hoe hebben jullie het voor elkaar gekregen om dit gebouw, ons clubgebouw en de velden bij elkaar te sprokkelen. Wat voor overleg heb je met de gemeente gemaakt? Dus dit soort dingen geven gratis advies. Ja. Je hebt het over het terrein, over het gebouw, over de club aan zich, over de accommodatie. Er ontstond na de fusie een accommodatie dat eigenlijk een van de mooiste voetbalaccommodaties in de Hoekse Waard is. Dat kunnen we met een gerustheid zeggen, toch? Met hoeveel mensen onderhoud je dat? Ja, de harde kern zou ik bijna zeggen, dat zijn 30 vrijwilligers die dag in dag uit bezig zijn om alle terreinen en de gebouwen te onderhouden. Dat is echt geweldig werk. In totaal praat je over zo'n 180 vrijwilligers. En dan moet je ouders meenemen, leiders meenemen, trainers meenemen, die alles vrijwillig doen. Hè? Mm-hmm. Dus het is een grote vereniging, vergt veel vrijwilligers. Ja, je zegt zelf al, het is een grote vereniging, dat ben ik met je eens. Als ik kijk naar de vereniging aan zich, 8.500 leden uit mee. Ja. Is dat groeiende? Of staat stil? Nou nee, het blijft een beetje schommelen. Ja. Je ziet dat als het seizoen begint, zie je weer een aanwas van spelers waar we wel eens niet op rekenen. Mm-hmm. We zien met name in de meisjescategorieën zien we flink wat aanwas. Op dit moment schoppelt het inderdaad zo rond de 850 en misschien wel richting 900. 900. Ja. En als ik dan naar de bevolking van Puttershoek en Maasdam kijk, dat is nog geen 10.000. Nee. 9700, dat is bijna 9-10% is lid van de vereniging. Dat is een grote vereniging. Absoluut, maar ik zeg wel eens, ja, we hebben een heel groot maatschappelijk belang binnen de gemeente. Ja. Maar we hebben ook alle faciliteiten. Mm-hmm. Bij ons kan iedereen altijd voetballen. Ja. Door de kunstgrasvelden die we ook ter beschikking hebben. Ik hoor heel veel vernieuwing binnen de club, waar jullie naar op zoek zijn en vernieuwing die plaats gaat vinden. Volgens mij hebben jullie ook een nieuwe hoofdsponsor. Ja. Onze hoofdsponsor was Stenenlijn, dat zal algemeen bekend zijn. Jarenlang verbonden aan Maasdam en aan Bindermaas. Daar hebben we zeer goede ervaringen mee. Dus we waren al heel lang op zoek. We hebben overigens een uitstekende sponsorcommissie. We zijn op zoek gegaan naar een nieuwe sponsor en die hebben we gevonden in Leo. Dat is een bandenfirma in Strijen. Als je vraagt wat is de relatie van die bandenfirma met ons als Bindermaas. De directeur van dat bedrijf, die is Marcus Redijk. Ook oud-voorzitter geweest van Bindermaas. Zijn zoon runnen het bedrijf, maar hij heeft zich gedurende 3 jaar als hoofdsponsor verbonden aan Bindermaas. Mooi. En daarnaast hebben we ook nog een bedrijf uit Strijen, mag ik ook wel even noemen. Arie Buitendijk, aannemingsbedrijf Buitendijk uit Strijen, heeft zich ook voor 3 jaar verbonden als subsponsor aan de selectie van Bindermaas. Ja, mooie shirt zag ik. Absoluut, ja. Ik moet wel zelf zeggen, maar puur persoonlijk. Iedereen wil tegenwoordig zwarte shirts hebben. Nou, wij hebben ze ook als uit tenue. Het ziet er geweldig uit. Ja, mooi. Hoeveel spelers hebben zich aangemeld om misschien in dat eerste te gaan voetballen? Ja, ik heb gezien 6. 6? Ja, 6. Die in aanmerking komen voor de selectie. Zit er nog meer verandering aan te komen? Gaan er nog mensen weg, bijvoorbeeld? Nee. Er is wel sprake geweest van dat wat spelers op de WIP zaten van gaan we naar een andere vereniging. Het stond zelfs in de krant dat een speler weg zou gaan naar een club in Rotterdam. En die is ook gewoon gebleven. Dus iedereen is gebleven. Ja. Waarom komen ze allemaal naar Bindermaas?
Ja, waarom komen ze? Kijk, wat ik net al zei, we hebben natuurlijk een fantastisch complex. De organisatie op zich staat gewoon goed. We hebben een hele goede trainer. We hebben gewoon fantastische jongens binnen de vereniging. Ook in de selectie. Die gewoon openstaan voor verbetering. Dus alle faciliteiten zijn aanwezig. En als je een stap hier wil maken, van bijvoorbeeld vanuit de derde klas naar de tweede klas, of misschien FC Binnenmaas beschouw als een verdere opstap naar een eerste klas. Ja, dat soort spelers, die kunnen wel eens aantrekkelijk zijn. Die kunnen zeggen, nou, dan wil ik eens een jaar proberen bij Binnenmaas, of 2 jaar, of 3 jaar. Wat mij betreft liefst voor de lange termijn, dan heb je de betaal. Ja. Competitieindeling is bekend. Ja. Net met jou ook al besproken, Johnny. Wat vind je ervan, als voorzitter? Ik vind hem heel pittig. Ik heb me nooit erg verdiept in de tweede klas. Want nogmaals, het was gewoon een complete verrassing dat we zo ver kwamen. Maar als nu de namen zie, een DCV, wat toch ja, ook een potentiële goede vereniging is. Als ik kijk naar Feyenoord, dat is een fantastische vereniging. En die zijn ook heel eerlijk, wij halen spelers en ze staan bij ons op de loonlijst. En we moeten gewoon weer een stap verder maken. Grote Lint, waar we natuurlijk afgelopen seizoen ook tegen gevoetbald hebben. Ja, het is gewoon een hele pittige indeling. Aan de andere kant, we staan nu nog bovenaan. Absoluut. Ja. We staan nu nog bovenaan. Waar schat jij aan het eind van het seizoen te staan? Nou, ik hoop dat als we om en nabij de middenmoot eindigen, dan ben ik uitermate tevreden. En wie schat je in als de grote kanshebber om naar de eerste klas te gaan? Ja, Feyenoord. Ja, zonder twijfel Feyenoord. En een gevaarlijke outsider misschien? Een gevaarlijke outsider? Ja. In deze competitie? Ja. Nou, durf ik niet te zeggen. Nee, ik lees die verhalen ook in de krant en denk van ja, al die bla bla. FC Binnenmaas misschien? Nee, nee. Ga er vanuit, FC Binnenmaas moet streven naar handhaving. We hebben gewoon een hele jonge ploeg. Met, wat ik net al zei, eigen opgeleide spelers. Die jongens die zijn net boven de 20 jaar. Die hebben totaal geen ervaring. Die hebben dit jaar ja, een nacompetitie ervaring opgebouwd. Die klinkt als een klok. Maar het is maar de vraag of dat voldoende is om de tweede klas ook goed mee te doen. Dus het zal voor ons als vereniging en als selectie een compleet nieuwe ervaring worden. Naar welke wedstrijd kijk je uit? Nou, zelf zie ik liefst Feyenoord. Feyenoord? Ja. De confrontatie met Feyenoord die zijn me zo goed bevallen. Zowel thuis waar we net met 2-1 verloren, als daar 2 keer met 1-0 wonnen, om het zo te zeggen, in die gedeelde wedstrijd. Ja. En ook de ontvangst daar, die was uitermate hartelijk. Als ik heel eerlijk ben, vond ik Feyenoord, ondanks het slechte veld daar, maar vond ik dat de leukste wedstrijd. De velden van FC Binnenmaas worden op dit moment besproeid, heb ik gelezen. Ja, die worden geregend. Daar gaat de regen lekker overheen. Dat betekent vakantietijd, moet je nog weg? Ik moet nog weg, ja. Maar ik ga eind augustus gaan we richting Oostenrijk. Ja. Dus de eerste wedstrijd zal ik niet zien? Nee, maar dat is jaarlijks zo. Ik mis altijd de eerste wedstrijd. Ja. Mag ik je veel plezier wensen? Hey, dank je wel. En succes, we blijven jullie volgen. In HW Sport aan tafel zullen we ook aandacht besteden aan het sporttalent in de Hoekse Waard. Deze keer is het Olaf Kooi. Hij is fietser en schaatser. Sterker nog, hij is Nederlands kampioen fietsen, wielrennen en Nederlands kampioen marathon schaatsen van dit jaar. Olaf kon niet naar de studio komen, dus wanneer de ster niet naar de tafel komt, dan gaat de tafel wel naar de ster. We gaan opzoeken bij zijn trainingen, zowel wielrennend als schaatsend. We spreken met hem, met Olaf Kooi, met zijn moeder en met zijn schaatstrainster. En dat is Annemarie Thomas. Dat deden wij in Breda. We staan voor de kunstijsbaan in Breda en we hebben bij de camera Olaf Kooi. Olaf uit Numersdorp, 2 keer Nederlands kampioen. Zometeen over die baan hier, want hier heb je succes gekend. Eerst maar eens over het wielrennen. Je bent een aantal weken geleden ben je Nederlands kampioen wielrennen geworden. Ja, klopt. NK in Lieshout.
verliep heel goed, dus werd een eindsprint. Mooie eindsprint, voor mij zeker. Dus met een paar fietslengtes gewonnen. Ja. Hoe werd je geselecteerd voor die wedstrijd? Ja, plaatsingswedstrijd in Zuid-Holland, dat is elk jaar hetzelfde. Je hebt dan ook 5 wedstrijden of zo en dan de beste 3 tellen. En dus ik werd als eerste geplaatst, dus dat betekent dat ik ook gelijk dat ik op de eerste startrij mocht staan. Ja. Dus dat is gunstig voor mij. Hoe ver was die wedstrijd? Hoeveel kilometer? 30 kilometer. En hoeveel mensen deden mee? 75. Het waren niet de eerste, de beste wielrenners in jouw leeftijdsklasse. Dat is eigenlijk de top van Nederland, hè? Ja, zeker. NK staat altijd de top van Nederland natuurlijk. Sinds wanneer fiets jij? Sinds 5 jaar geleden of zo ben ik begonnen met wedstrijden echt. Dus, Hoeveel train je daarvoor voor het wielrennen? Ja, net hoe het uitkomt ook met wedstrijden, maar 3-4 keer zoiets in de week. Per week. En hoeveel uur is dat dan bij elkaar? Ja, 1,5 uur per keer of zoiets. Een beetje zo rond die tijd. Waar train je dan? Met de groep op dinsdag en donderdag. En anders dan doe ik zelf gewoon een rondje in de polder. Zo. Hoeveel wedstrijden rij je per jaar op de fiets? Nou, dat is moeilijk. Ik zou het eigenlijk niet weten. Ik denk een stuk of 20 of zo. Misschien iets meer nog. Naast het wielrennen, ik zei het al hier in deze kunstijsbaan, heb je nog een Nederlands kampioenschap op je naam geschreven. Dat is het marathon schaatsen. Ja, afgelopen winter. NK marathon. Dus dat verliep ook heel goed uiteindelijk natuurlijk. Ja. Met afstand toch? Ja, klopt. Het laatste rondje kwam ik op kop te zitten. En ik trok gelijk door. Ze konden me eigenlijk niet bijhouden. Het jaar daarvoor had je een valpartij. Heb je daarvan geleerd? Ja, dat ook wel natuurlijk. Dat was gewoon een beetje dom, iets te ver van achter. Nou ja, je hebt ervan geleerd. En nu ging een grote concurrent op zijn plaat. Hè? Dat was Sebastien Ries. Ja, klopt. Die zat achter me en die viel. Dus, schrok je ervan? Nou, de speaker die begon wel te schrillen. Dus ik dacht, ik schrok ook wel even. Ja. Natuurlijk gefeliciteerd. Sinds wanneer schaats je? 6 jaar was je? Ja, 6 jaar begon ik bij de Hoekzwaard in Dordrecht. Ja. Hoeveel train je daarvoor? 3 keer in de week met schaatsen afgelopen seizoen. Dus 2 keer lange baan, dan 1 keer short track. Ja. 2 keer lange baan, 1 keer short track. Dus je beperkt het niet tot een bepaalde afstand. Het is heel breed wat je doet in schaatsen. Ja, klopt. Van kort tot lang. Zeker bij de jeugd natuurlijk. Want specialiseren, dat kan nog niet echt. Of tenminste, dat hoeft ook nog niet echt. Dus, Dat je ook goed bent in de afstanden die wij kennen, de 500 meter en de 1000 meter, dat bleek wel, want je bent erin tweede geworden van Nederland tijdens het NK. Ja, klopt. Ja. Dus met Sebastien won toen dan. Dus op zich, dat was ook wel mooi. Ging ook goed. En daardoor plaats je jezelf voor het EK. Ja, de beste 2 van Nederland mochten daar mee doen. Maar dat verliep wat minder. Ik was aardig verkouden. Dus 5e was ook nogal redelijk. Uitstekende prestatie. Ja, op zich wel. Ja. En nu is het zomer, we hebben het over schaatsen. Bijna zou je zeggen, joh, moeten we dit weer over schaatsen hebben. Nog even, en dan einde school, gaan we op vakantie. Ja, klopt. Ja, dat is ook wel lekker. Dat is lekker, waar ga je naartoe? Naar Frankrijk een weekje. Verder rijd ik nog de jeugdtour van Assen. Ja? Dat is ook een week. En daarna rijd ik ook nog een meerdaagse in Berlijn. En je hebt ook nog iets dat aan liefdadigheid doet, hè? Ja, afgelopen weekend heb ik de home ride gefietst met het team van de Willem dan. Dat is 500 kilometer van Groningen naar Maastricht met z'n allen. Dus dat is allemaal goed verlopen. Ja. Hoeveel heb je opgeleverd? Bij elkaar iets van 850.000 euro met z'n allen, met alle teams bij elkaar. Kijk eens aan, en waar is dat voor? Voor Ronald McDonald's kinderhuizen, zeg maar. Dus, dat de ouders bij de kinderen kunnen blijven als ze ziek zijn. Ja. Eerst op vakantie, een week naar Frankrijk, dan gaat de spanning van de boog, denk ik, of niet? Ja, zonder fiets, even relaxed, weet je. Prettige vakantie, Rozen. Dank u wel. We staan op de skielerbaan waar Olaf zijn skielertraining afwerkt. Bij de camera hebben we zijn moeder. Dat is Annette Kooi. Annette, je moet een trotse moeder zijn met een zoon die zo presteert in de sport. Ja, natuurlijk. We zijn gepast trots. Hij moet het zelf doen. Het enige wat wij kunnen doen is hem daarin faciliteren. Vanaf wanneer zeg je van, hey, dit wordt iets in de sport? Ja, vanaf wanneer zeg je dat? Hij heeft altijd vol passie alles gedaan. Hij heeft gevoetbald, geturnd, getennist en wilde altijd de beste zijn. Dus ja, zijn gedrevenheid die brengt hem zover. Ja. En ja, nu kunnen we wel zeggen dat hij echt wel talentvol is, ja. Ik denk dat er wel een hele berg tijd in gaat zitten in het sporten van Olaf. Hoeveel tijd gaat erin zitten per week?
Ja, er gaat zeker veel tijd in zitten. Vooral naar het, het brengen en halen van Olaf en de wedstrijden die jij rijdt. Hij traint nu op maandag hier in Breda. Mm-hmm. En dinsdag en donderdag op de fiets. En dan zaterdag en zondag een wedstrijd. Dus ja, dat zijn behoorlijk wat uren. Dus behoorlijk wat uren, behoorlijk wat inzet. Ook van Olaf natuurlijk zelf. Die natuurlijk ook gewoon school gaat en een stevige opleiding volgt. Want VWO op het Oranje, Willem van Oranje school, dat is een stevige opleiding. Hoe combineer je dat? Hoe hou je school, rust en sport in de gaten? Ja, dat is soms wel eens moeilijk. Ik hou zijn magister, dus zijn agenda, wel in de gaten. Want het is een puber en die vindt het ook lastig om te plannen. Hij doet het voornamelijk wel zelf, maar dan een beetje vinger in de pols van let op. Dan heb je een drukke week, een beetje voorbereiden. Ja, en hij leert ook in de auto. Ja. Neemt de boeken mee. Ja. Houdt school nog rekening met zijn sporten? Nou, school houdt geen rekening met sport, maar als we aangeven van hè, we hebben een internationaal weekend, we hebben wedstrijden, dan mag hij altijd vrij. En komt het echt niet uit, dan kunnen we vragen om een proefwerk te verplaatsen. Er is natuurlijk topsportscholing, zoals dat heet, in het voortgezet onderwijs. Dat wordt verzorgd door de stichting Lood. Daar hebben jullie niet voor gekozen, waarom niet? Nee, we hebben er bewust voor gekozen om, Olaf is nog jong, hij is nog 13 jaar en hij moet dan nog kijken waar het brengt. Dus zo lang mogelijk gewoon tussen de gewone schooljeugd, zeg maar, blijf maar gewoon. Hè? Ja. En ja, dat gaat tot op heden gaat het nog aardig. Ja. Het is goed te combineren, hij doet het goed op school en hij doet het goed in sport. Ja, hij gaat over naar VWO 3 zonder onvoldoendes, dus ja, dat is een prestatie. En nu vakantie. Richting Frankrijk, hè, zaterdag? Ja, we gaan voor het eerst zonder fietsen een weekje naar Frankrijk. Want hij heeft tussen het schaatsen en het fietsseizoen nog geen rust gehad. En dat is ook nodig. Dus dat combineren we dan zo. Wanneer is de eerste volgende wedstrijd dan weer? Even kijken. De laatste week van juli staat er een internationale fietsweek in Assen. Daar komen kinderen uit heel Europa naartoe. Mm-hmm. En dat is een hele intensieve week. Die begint met een tijdrit, een rit in lijn, een koers. Dus 6 dagen koersen achter elkaar. En daar strijden ze ook om de gele trui, de witte trui en de groene trui. Ja. Maar eerst vakantie. Mag ik je een hele fijne vakantie toewensen? Ja, dankjewel. Zojuist heeft Olaf zijn skielertraining afgewerkt hier in Breda. Zijn trainer voor het skieleren en voor het schaatsen natuurlijk is Annemarie Thomas, ex-topschaatster. Hoe is het met je? Ja, goed. Ja, zoals je kan zien ben ik erg met de jeugd bezig in Breda op schaatsen- en skielergebied. En we hebben elke maandag hier skielertraining. Is dat het enige wat je doet of doe je nog meer? Nou, het is eigenlijk vanuit Deltalent, wat hier vanuit de gemeente Breda georganiseerd wordt. Mm-hmm. Stichting Deltalent begeleidt jonge talenten hier in de omgeving. Of in ieder geval de schaatsers die hier op de ijsbaan in Breda bij Optisport schaatsen. En die kunnen zich aanmelden voor extra trainingen. Dus ze blijven lid van de vereniging. Ze volgen ook hun trainingen bij de vereniging. Mm-hmm. En als ze daarnaast meer talent hebben of ze willen meer trainen, dan kunnen ze bij Deltalent voor die extra trainingen terecht. En ja, daar is Olaf er eentje van. Ja. Hoe lang ken je Olaf al? We gaan het derde seizoen al in. Dus ik ga mijn derde seizoen in bij Deltalent hier in Breda. En vanaf het begin zat Olaf erbij als jong pupilletje. En nu is hij voor het eerst C-junior. Dus het echte werk gaat nu beginnen voor hem. Ja. Het is nu één keer in de week, maar dat blijft het niet, denk ik, hè? Nee. Olaf die traint vaker in de week. En het ontwikkelingsteam van het gewest traint 3 keer in de week gezamenlijk. Op woensdag doen we kracht- en sprinttraining hier in de omgeving, in de sportschool. En op donderdag krijgen ze nog loopsprongen training in het bos, ook hier in Dorst. Wat is Olaf voor de schaatser? Olaf is een steer, een typische steer. Maar dat komt ook wel een beetje omdat hij heel veel fietst natuurlijk. Nou, ja, misschien is hij op een fiets nog wel beter dan hij op een schaats is. Maar hij fietst heel veel, dus zijn conditie is gewoon heel ver. En omdat je op de sprint, je hebt alleen maar met een eindsprintje te maken. En schaatsen is eigenlijk vergeleken wielrennen, zijn het alleen maar sprintafstanden, dus korte afstanden. En ja, omdat hij dus zoveel traint op de fiets en zoveel duurvermogen heeft, zie je dus dat ook zijn lange afstanden op de schaatsen gewoon veel beter zijn dan zijn leeftijdsgenootjes. Daar moet hij het ook van hebben. Terwijl leeftijdsgenootjes meer op skileren trainen, dus meer op die korte afstanden. Dus daar komt hij een beetje tekort op. Maar dat komt nog wel, want hij is nog zo jong. Dat soort dingen zijn op de jonge leeftijd nog goed te leren. Hoe goed is die?
Ja, heel goed. Dat zegt al genoeg. Van de winter is hij op het Nationaal Pupillentoernooi tweede geworden van Nederland. Dat mag je nog niet een officieel Nederlands kampioenschap noemen. Maar ja, het zijn de beste rijders van Nederland die aan de start staan. Dus hij is Nederlands kampioen op de marathon geworden. Dus die lange afstanden weer. En Nederlands kampioen wielrennen in zijn leeftijdscategorie. Dus ja, hij is gewoon hartstikke allround op alle gebieden. Ja. We hebben het over wielrennen. Het is niet alleen wielrennen, het is marathonschaatsen, ja. het is allround schaatsen, ja. Het is zelfs ook sprint. Ja. Moet hij nu op een dag gaan kiezen? Ja, maar nu nog niet, want het is, hij heeft het zo naar zijn zin. En wat ik net al zei, plezier staat gewoon heel erg voorop bij deze jeugd. En dat moet ook. Wil je jeugd voor de sport behouden, moeten ze plezier hebben. En het stukje uitdagen, dat zit van de winter in die wedstrijden en niet in de trainingen nu zozeer. Nu het plezier houden, lekker bezig zijn en dan in de winter gewoon op techniek weer goed aan het schaatsen werken. In de zomer mag hij lekker fietsen en daar zijn best doen. En die keuze, ja, dat zien we zelf al. Op het moment dat één onderdeel toch gaat leiden ten opzichte van anderen, dan zullen we zien hoe dat gaat. Maar voorlopig denk ik niet dat het nodig is. Plezier, daar gaat het om. Hij gaat een moeilijke leeftijd in. Daar zal ik daarop op enten, op plezier. Ja, dat zeker. Maar een moeilijke leeftijd is nog niet zozeer. Hè? Want op dit moment, ik moet zeggen, hij traint niet veel schaatsspecifiek. En als ik dan toch zie, had vanavond ging het helemaal niet zo lekker. Maar hoe makkelijk hij dan toch wel met zijn leeftijdsgenootjes meerijdt, dan zit het nog wel goed. Ja. Hoe ziet zijn trainingsprogramma eruit de komende maanden? Voor Olaf is het nog steeds een beetje gericht op fietsen. Hij heeft nu wel het Nederlands kampioenschap gehad. Maar er zijn nog een paar belangrijke, volgens mij ook een buitenlandse wedstrijd nog voor hem. Heb ik van zijn moeder gehoord. En dat heeft nog even de prioriteit. Dan zit er eerst nog een welverdiende vakantie voor hem op. En daarna gaan we echt steeds meer schaatsspecifiek. En oktober gaat de ijsbaan open. Dus vanaf dan zal alles in het teken staan van het schaatsen. En wat wordt het doel? Ja, het doel nu ook op in deze leeftijdscategorie Nederlands kampioenschap goed presteren. Er zijn wat meer kwalificaties vooraf. Bij de pupillen hebben ze dat niet. Dan kijken ze gewoon naar de Zara-lijst. Dat is een lijst met snelste tijden in Nederland. Maar nu zal die toch echt tijdens het kwalificatietoernooi zich moeten plaatsen. Ja, en dan, hij is C1, dus hij moet met leeftijdsgenootjes meedoen. Maar ook met 1 jaar ouder. En dat is voor hem nieuw, want dat is bij de pupillen nog nooit zo geweest. Dus ja, hij zit nu in de jongste categorie. Hij zal als mannetje moeten staan. Goed, mag ik je danken voor het interview. En ja, succes. Graag gedaan. Ja, dankjewel. Dat was onze reportage van Olaf Kooi. Zowel in Puttershoek als in Breda gefilmd tijdens zijn trainingen. Aan tafel nu Pieter Paans, wethouder van Kromstrijen. Dat is wel een talentje, die Olaf. Ja. Dat is fantastisch. Ik denk dat je dat eens in de zoveel tijd meemaakt dat er in een kleine kern, want Kromstrijen is een kleine gemeente, dat er zoveel talent in één opeenhoping is. En Olaf Kooi is daar één van, ja. Je hebt hem gehuldigd, pas geleden. Ik heb hem een aantal keren gezien. Ik had graag naar het NK Marathon in Schaatsen in Breda gegaan, maar ik was helaas verhinderd. Maar het komende seizoen heb ik in ieder geval hem en zijn ouders beloofd een keer live bij een kampioenschap aanwezig te zijn. Ja. Gehuldigd een paar weken terug vanwege het Nederlands kampioenschap wielrennen. Ja, dat klopt. Olaf is al een mooi uithangbord aan het worden voor... Ja, dat is een soort ambassadeur, hè, zoals dat heet. En dat is mooi als er zoveel talent is. Ik zei al eerder dat naast Olaf er nog meer talent is. En ja, dan ben je als wethouder ben je een gelukkig man. Ik ben überhaupt een gelukkig man. Maar als dat dan ook zo de sport floreert in je gemeente, mag je daar trots op zijn. Best trots op zijn, ja, zeker. Ja. Zijn er nog meer talenten binnen de grenzen van de gemeente? Daar is nog meer talent. Iets ouder is Louis Hollaar. Ook Nederlands kampioen skileren. Ook schaatsen, Timothy aan de weg. Hij gaat nu verhuizen richting Groningen. Hij gaat er intern om daar nog meer te trainen en nog beter te worden. En ik voorzie, als alles goed gaat, dat best wel wat perspectief heeft. Ja. Pas geleden geslaagd voor zijn HAVO-diploma. Dat geeft ook aan hoe in ieder geval het dorp, maar ook de scholen daarmee omgaan met talent. En dat ze daar de mogelijkheid voor hebben. Precies, want het is Olaf doet dan VWO op dit moment. Ja. Dat zijn wel opleidingen naast zo stevig sporten waarvan ik zeg,
hier is een stevig regime om me nodig om dit voor elkaar te krijgen. Ja. Alhoewel te zien wel dat jaagt wel het plezier na. Als ik dan met de trainer spreekt en met zijn moeder spreekt, dan is het plezier wel het belangrijkste wat er is. Hè? Ik denk dat het in de algemeenheid in het leven is, als je iets graag doet, dan krijg je er extra energie uit en dan kun je er ook meer in stoppen. En ik denk dat dat inderdaad een feit is. Ja. Kunnen jullie als gemeente die talenten nog ondersteunen? Nou, dat is beperkt. Laat ik daar ook gewoon heel eerlijk zijn, want dat niveau dat is eenmalig. En om daar een hele accommodaties of allerlei voorzieningen te gaan treffen voor één persoon, dat is toch wel lastig te verkopen. Mm-hmm. Ja, wat we wel doen is dat we de breedte sport, in ieder geval het verenigingsleven, wat heel belangrijk is in onze kernen, dat we die ondersteunen zover mogelijk, dat we die faciliteren. En dat we door extra impulsen, projectsubsidies, maar ook combinatiefunctionarissen om meer kinderen in aanraking met sport te laten komen. Wat dan hopelijk later tot een paar talenten leidt. Ja, ik ben wel benieuwd. Die talenten... Ja. Je geeft zelf al aan, je bent afhankelijk van subsidies en dergelijke. Ja. Wij willen in dit programma eigenlijk wekelijks, CQ2 wekelijks, willen we een aandacht geven aan een talent. Hoe kijk je daar tegenaan? Aan het talent op de kaart zetten? Of, ja, het talent hier ook in beeld. Nou, dat vind ik gunstig, want dat heeft gewoon een uitstraling ook op de Hoekse Waard. Laten we dat niet alleen beperken tot een dorp of kern waar degene vandaan komt, maar het straalt veel verder uit. Een voorbeeld te noemen, ik ken iemand die is nu 11 jaar, die heeft ooit Olaf zien schaatsen. En door Olaf is die persoon die heeft gaan kijken, en die komt ook weer op. Dus dat wordt weer een nieuw talent. Dus zodoende is dat een voorbeeldfunctie voor andere sporters. En in welke disciplines dan ook. En dat is een voorbeeld, zoals je altijd een held hebt die op een poster hangt of zo. Ja, zo werkt het ook denk ik in de Hoekse Waard. Nou, daar zijn we blij mee om dat te horen. Talenten komen natuurlijk voort uit de breedte sport. Ja. Hoe staat het met de breedte sport in Kromse Rijen? Nou, wij mogen ons gelukkig prijzen met een rijk verenigingsleven. Niet alle sporten die in de landen doen zijn ook beschikbaar eigenlijk in Kromse Rijen. Maar veel van die sporten wel. Wat wij als gemeente doen is impulsen geven door een combinatiefunctionaris, dat is iemand die daar een opleiding voor gehad heeft, kinderen van de lagere school kennis te laten maken met andere sporten. Mm-hmm. En wat we terug horen van verenigingen is dat echt oplevert. Dus er blijven links en rechts, ze krijgen golftraining, ze krijgen badmintontraining, karate training, dat daar links en rechts toch bij verenigingen nieuwe aanwinsten zich aandienen. Ja. En zodat ook het verenigingsleven in stand blijft. Dus daar zijn we ook heel blij mee. Ja. Dus het verenigingsleven groeit ook, het aantal leden. Ja, nou, je ziet ook trends, maar dat is van alle dag denk ik, dat er een aantal sporten in de lift zit. Op dit moment is damesvoetbal in de lift. Niet alleen dankzij het WK, maar dat was al eerder ingezet. Daar zien we in onze kernen dat in Klaaswaal op heel hoog niveau wordt gevoetbald. NSVV in Numansdorp begint ook met een vrouwafdeling, damesafdeling. Wat nu al voor het voorkomen al 6 elftallen met zich meebrengt. Dus, dat is in de lift, volleybal zit in de lift. Nou, dat beachvolleybal, ja, het hangt af. Het zijn soms trends, maar sommige houdt ook vast. Maar het heeft denk ik ook alles te maken met enthousiasme. Ja. Enthousiasme van besturen, enthousiasme van ja, hoe is het in zo'n vereniging. En dat is maken toch of dat mensen dat aantrekkelijk vinden of niet. Dus ja, je hebt wel wat te sturen in ieder geval. Ja. Sport je zelf ook? Dus wat de sporten is dat ik me soms in gang zet op een fiets of hardlopend. Vroeger heel actief gesport, ook op een redelijk niveau gebasketbald. Ik was dat te vinden in een sporthal of rond een sportveld. Dus vandaar mijn voorliefde voor de sport. Maar ik kijk er heel met graag nu naar de diverse sporten op televisie of waar dan ook. Ja. En nu de Tour de France? Ik ben vorige week geweest, Tour de France, langs zien komen. En fietsen heeft toch ook wel mijn passie. Misschien zelf door wethouder te zijn, weinig sport, tijd om sport te doen. Ja, nee, dat is lastig. Omdat regelmatig ook de avonden in beslag worden genomen door je werk. Kun je in clubverband toch een moeilijk keer committeren aan een vereniging of team. Ja. Maar eerst op vakantie? Ja, volgende week dan gaan we op reis. En dan sluiten we het... de zaak even af voor een aantal weken. Het is best een intensief jaar geweest. Niet alleen met sport, maar voornamelijk ook in de zorg. Heel veel op ons afgekomen. En het is denk ik wel even goed om even afstand te nemen. Ja. Wie weet komen we elkaar nog wel tegen. Ik hoop het. Ik weet het wel zeker. Ik denk het ook. Ik denk bij de eerstvolgende huldering. Ja, dan staat hij er weer. Van Olaf Koen, bedankt. Oké, dankjewel. Goede uitzending. Dankjewel. Dag. Aan tafel aangeschoven is Ido Bottema. Hij is voorzitter van Gemengd Oranje-Zwart uit mijn Zeerland. Welkom, Ido. Dankjewel.
Gefeliciteerd met het kampioenschap. Dank. Als je naar de cijfers kijkt, hè, dan neig je te denken, was het zo makkelijk? 10 punten voorsprong op de nummer 2, dat was al Beiland. Was het zo makkelijk? Nou, net wat je zegt, als je de cijfers bekijkt, dan zou je de indruk kunnen krijgen. In het begin van het seizoen was het best wel lastig. We hebben best wel hard moeten knokken om de punten binnen te halen. Ik kan me nog goed herinneren de eerste wedstrijd tegen Oud-Beijerland, een 1-1 gelijk spel. Dat was niet gemakkelijk. Mm-hmm. En het was ook niet zo'n geweldige beste wedstrijd. Maar gaandeweg het seizoen zijn we er steeds beter ingekomen. En hebben we daarna wedstrijden gespeeld met heel overtuigende uitslagen, overtuigende resultaten. Ja. En toen kwam het kampioenschap binnen. Ja. Het was het groot feest. Het was zeker een groot feest. Want we hebben er 2 keer natuurlijk dicht bij gezeten. Ja. De eerste seizoen kwamen we Feyenoord tegen. Daar hadden we eigenlijk geen schijn van kans tegen. Geen enkele andere vereniging trouwens ook in die competitie. Mm-hmm. We hadden eerst Peerzeel, zo moet ik zeggen. En toen kwam Feyenoord. 2 keer dichtbij gezeten en dit was een soort van 3 keer scheepsrecht. Scheepsrecht, ja. En we hebben het gerealiseerd. Ja. Ja. Ido, GOZ, gemengd oranje-zwart. Waar komt de naam vandaan? Dat is eigenlijk de naam. Maar oorspronkelijk was er in Westmaas een korfbalvereniging en er was de voetbalvereniging. En dat was samen, beide de kleuren oranje-zwart. En op een bepaald moment is er een splitsing ontstaan. De korfbalvereniging is zelfstandig verder gegaan. De voetbalvereniging is zelfstandig verder gegaan. Alleen het werd uit elkaar getrokken. De voetbalvereniging ging naar Mijn Zeerland. En de korfbalvereniging bleef in Westmaas. Oké. Okay. Maar zo zijn de namen ontstaan. Op dit moment wordt er hard gebouwd aan een nieuwe accommodatie voor GOZ. Ja. Dit heeft dan een hele lange geschiedenis. Hoe lang al? Voordat de eerste paal de grond in ging, gingen er ongeveer een kleine 5 jaar aan onderhandelingen met de gemeente aan vooraf. Eigenlijk is het een initiatief van de gemeente dat jullie deze accommodatie moesten gaan bouwen, hè? Ja. Want de gemeente had de ruimte waar nu ons complex is nodig voor de herziening van een nieuw dorpshart in Mijn Zeerland. Hebben ze goed geholpen, gemeente? Laat ik het diplomatiek zeggen. We zijn er samen goed uitgekomen. Okay. Ja. In die tussentijd was er ook iets met asbest. Ik las in de krant, op het internet, asbest bij GOZ. Ja. Ja, dat was best wel een schokkend bericht en dat was ook wel een schokkende ervaring om te constateren dat wij de veroorzaker van het asbestprobleem zouden zijn. Goed, er zijn onderzoeken geweest, er zijn gesprekken geweest met de gemeente. Wij hebben steeds toch wel de zaak van ons afgehouden. Mm-hmm. Ondanks rapporten die er waren, waren wij niet in de overtuiging dat het echt bij ons vandaan kwam, maar meer van de huizen die achter het complex stonden, die afgebroken werden. Maar dat in het kader van het nieuwe bestemmingsplan dat de gemeente had voor de dorpskern. Ja, ook daar werd asbest aangetroffen. En wij zijn in de overtuiging nog steeds dat de asbest die op ons terrein is aangetroffen, daar afkomstig van is. Wanneer is de bouw begonnen van de nieuwe accommodatie? We zijn begin februari, eind januari, begin februari begonnen. Ja. En nu wordt de laatste hand gelegd aan die accommodatie nog anderhalf, 2 maandjes. In principe nog als we nu aan tafel zitten, ongeveer nog 1 week of 6. Ja, ja. Ja. De indeling van het volledige terrein is echt helemaal veranderd. En wat is er precies allemaal veranderd? Nou, het is deels veranderd. Het hoofdveld wat we hadden, dat is in kwartslag gedraaid. Mm-hmm. En dat is kunstgras geworden. Mm-hmm. En nu de accommodatie schuift ongeveer 250 meter op. Mm-hmm. En komt op de kop van het nieuwe hoofdveld te staan. Zoals bij iedere vereniging en bij verbouwingen van iedere vereniging ben je eigenlijk afhankelijk van je vrijwilligers. Ja. Denk ik ook. Dat is bij GOZ niet anders. Nee, hoeveel mensen werken ermee? Alleen voor de bouw? Of, in totaliteit? In totaliteit, binnen de vereniging denk ik dat we toch wel ruim 100, 125 vrijwilligers hebben. Ja. Veel, hè? Dat is veel, maar dat heb je ook binnen een vereniging keihard nodig. Wil je alles draaiende krijgen en houden. Ja, maar dat een kwart van je ledenbestand meebouwt aan je nieuwe club. Ja. Mooi. Dus heel veel spelers doen vrijwilligerswerk. En we zijn dan 2 jaar geleden begonnen met het in
verplicht stellen van ouders van jeugdleden om ook vrijwilligerswerk te gaan doen. Wanneer wordt het officieel geopend? Ja, we streven naar 29 augustus. Maar ik moet even een slag om de armen houden, omdat er wat, deze week wat probleempjes zijn gekomen. Die te maken hebben met de levering van gas, water en elektra. Ja. De club telt 450 leden? Ongeveer, ja. Is dat groeiende? Het is groeiende. Ook de nieuwe accommodatie is al op die groei afgestemd. We zijn van 8, bijvoorbeeld van 8 kleedkamers naar 10 gegaan. Ja. En we hebben een hele leuke aanwas van jeugdleden. Doen jullie dat echt van onderaf aan? Doen jullie actief aan leden werven? Ja, we benaderen veel scholen, of de scholen die er zijn binnen de gemeente. Met name Westmaas en Meisjeland, om te komen voetballen. We hebben ook een zogenaamde voetbalfabriek, althans zo noemen we dat. Dat zijn de hele kleintjes die op een vrijdagmiddag onder leiding van 2 enthousiaste trainers de eerste beginselen van het voetbalspel meemaken. De sponsoring bij GOZ, hoe is dat geregeld? Wie is jullie hoofdsponsor? Hoofdsponsor is nu voor het vierde seizoen Hermans en Partners uit Meisjeland. Zijn er nog andere sponsors bij jullie betrokken? Ja, we hebben ongeveer een kleine 100 sponsoren, van klein tot groot. En een belangrijke sponsor naast Hermans en Partners is ook Benevia. Co-sponsor, zeg maar, voor het eerste team. Ja, voor een kleine vereniging aardig wat sponsors. Ja, maar dat is ook wel nodig. Ja. Ja, want je hebt drie vormen van inkomsten. Je contributie, sponsoring en de omzet. Kantine gebeuren. Mm-hmm. Ja. Volgend seizoen een geheel frisse start voor GOZ. Derde klas. Nieuwe accommodatie. Ja. Wat wil je nog meer eigenlijk? Hè? Een mooi seizoen lijkt me. Ja, nee, wat dat betreft is 2015 een heel bijzonder jaar voor GOZ. Net wat je zegt, een nieuwe accommodatie, de derde klasse. En we mogen of moeten eigenlijk het 65-jarig bestaan nog gaan vieren. En ook dat willen we dit jaar nog gaan realiseren. Wanneer wil je dat doen? Of is dat nog niet bekend? Dat is nog niet helemaal bekend. Mogelijkerwijs gaan we het combineren met de opening. Maar ik moet nog even een slag om de arm houden, wat dat betreft. Even naar de eerste. Nu wordt het derde klas. Ja. Komen er nog aanpassingen in de selectie? Ja, er zijn 3 spelers vertrokken. En er komen 4 spelers komen er voor terug. Ja. De indeling is inmiddels ook al bekend. Je hebt hem voor je neus liggen. Ja. EBO Haag, Schravendeel, NSV, Oud-Beijerland. Ja. Welke spreek je het meest aan? Dan wordt het gelijk een hele uitdagende wedstrijd natuurlijk, als ik dat ga noemen. Zeker. Nou, ik ben blij met de 4 derbies zeg maar, die erin zitten. Ja. Dat is altijd leuk, het zijn altijd bijzondere wedstrijden. Ja. Over het algemeen nooit geweldige wedstrijden, maar altijd wel een aparte sfeer. En natuurlijk veel publiek, wat weer goed is voor de vereniging. Ja, er zijn een aantal verenigingen bij, zoals Perkhou en Schoonhoven. Ja, ik ken ze persoonlijk niet. Mm-hmm. En daar zit dan, denk ik, naar mijn idee wel de uitdaging in. Van hoe zal die tegenstander zijn? Ja. Dus dat, ik denk dat het een hele leuke competitie gaat worden. De eerste line-up is altijd op alfabetische volgorde. Daarbij staat GOZ op de tweede plek. Ja. Waar staan ze aan het eind van het seizoen? Nou, ik zou ervoor tekenen als dat hier aan het eind van het seizoen nog zo was. Ja, wat is de doelstelling? Realiteit moeten we niet uit het oog verliezen. We hebben nu een paar jaar vierde klasse gespeeld. Daarvoor altijd wel een hele vaste derde klasse speler geweest. We moeten weer terug naar de situatie dat we een stevige derde klasse worden. Dus ik hoop in elk geval nu het eerste seizoen dat we ons kunnen handhaven. Mm-hmm. En dan successievelijk een goede stevige plaats bovenin de ranglijst kunnen gaan innemen. Steek er nog een team bovenuit? Ja, ik denk dat NSVV een sterke is. Mm-hmm. Ik denk dat IVV de ZS was ook wel een sterke zal zijn. Sparta? Ik weet het niet. We gaan het zien komende seizoen. Hè? Tuurlijk, maar we zijn bang van niemand. Nee, logisch. Wanneer starten de trainingen weer? 28 juli begint Marcel Langeveld weer met zijn groep te trainen. Maar eerst op vakantie? Ik voorlopig even niet. Nee? Nee, eerst de accommodatie klaar. En als dat een beetje loopt en een beetje goed loopt, dan ga ik wel kijken waar ik naartoe wil. Mag ik succes wensen voor het komende seizoen in de derde klas met de nieuwe accommodatie. Oké, hartstikke leuk seizoen. We blijven jullie volgen. Dankjewel. Dank.
Dankjewel. Wim, we gaan het laatste gesprek doen. Ga jij doen. Ga naar je plek, jongen. En Wim gaat spreken met een van onze gastheren. Met Patrick Monster van Spijk hier in de Peperstraat in Albeiland. Wim, hij is aan jou. Patrick, we vinden het bijzonder fijn dat jullie gastheer van ons willen zijn, van Spijk. De naam van Spijk, waar komt hij vandaan? Ja, dat is eigenlijk wel een leuk verhaal. Op het moment toen we hier binnenstapten eigenlijk om een nieuwe onderneming te beginnen, toen hadden we eigenlijk gezegd van nou, we willen een Nederlandse naam, een pakkende naam die lekker in de mond legt van ik ga naar... Alleen, toen kwamen we niet op die naam. We hebben heel veel contact gehad met onze interieurbouwer en op een gegeven moment zei van joh, wat weet jij nou voor naam? Hij zei nou, ik ga er wel eens even over nadenken. En toen kwam hij met de naam Van Spijk. Maar het leuke van Spijk is, wij hebben allebei in de Van Spijkstraat gewoond tot ons 20ste. En daar zijn eigenlijk onze horeca-ideeën begonnen. Dus ja, dan zit er ook gelijk een heel leuk verhaal achter. Ja. Vandaar dat we er gelijk binnen een uur uit waren en zeiden tegen elkaar, ja, die naam die pakken we, dat doen we. Je hebt het over we. Wie zijn we? Klopt, ja. Ik zit al 11 jaar in de horeca en dat doe ik al 11 jaar samen met mijn broer Arco. We zijn daar onze eerste zaak hard mee begonnen. En nu eigenlijk onze derde zaak van Spijk. In de tussentijd hebben we nog één andere zaak gehad, Water en Vuur, in dezelfde vestiging als dit. Ja, dat was een restaurant, als ik dat het goed heb. Dat was een restaurant, inderdaad, ja. Ja. En sinds wanneer zijn jullie geopend? Vanaf 10 april, dus ongeveer 3 maanden geleden. Wat is jullie specialiteit? Nou, op een gegeven moment ga je kijken van wat mist Albeiland en hoe kan je de doelgroep die je wil bereiken, hoe kan je die bereiken? We wilden ons gaan richten op een doelgroep van 25 plus. Hoe kan je die mensen bereiken? Dat is denk ik om een kwaliteitshoreca te voorzien. Dus ja, wat denk je dan aan kwaliteit? Veel goede soorten wijnen, veel speciaal bieren, onder het genot van een lekker hapje. Dus dat is het concept waar wij mee werken in Van Spijk. Ja, wat verwacht je van HW Sport aan tafel? Ja, ik vind het eigenlijk een heel leuk initiatief. Ik ben zelf heel geïnteresseerd in sport. Niet alleen in de voetbal, maar ook in andere sportverenigingen. En ik denk dat de combinatie zo in Van Spijk en met alle sportverenigingen wel heel erg leuk is. Hoe denk je dat de Hoekswaardse sportwereld hierop gaat reageren? Op de locatie van Spijk of niet? Ik denk het leuke ervan is... voetbal en sport is eigenlijk, zie je in verband met elkaar met horeca. Ik bedoel, iedereen heeft een derde helft in de kantine. Dus wat dat betreft is de locatie wel denk ik wel hartstikke leuk. Als de uitzending voorbij is, dat iedereen nog even gezellig wat blijft drinken. En even na praten over de uitzending. Zie je een parallel met misschien andere programma's? Ik heb vanavond natuurlijk met veel interesse meegekeken. Er zijn een paar programma's die inderdaad bij te binnen schieten. Dat is natuurlijk RTL Late Night. De wereld draait door dat je verschillende gasten aan tafel ziet komen. Dat zijn eigenlijk wel de programma's waar ik gelijk aan moest denken. Heb je nog een wens welke gast wij hier aan tafel gaan krijgen? Ja, ik denk dan natuurlijk gelijk aan sporters in Albeiland. Ik denk dat Rogier Mol ook wel een hele leuke gast is. Daar heb ik zelf ook vroeg mee gevoetbald bij SO in de C'tjes nog. Die is nu assistent trainer, toch? Die is assistent trainer bij Dordt. Of hij is inmiddels, maar afgelopen jaar bij Dordt. En inmiddels is hij naar Brabant United, geloof ik. Brabant United. Ja. Wij hebben HW Sport aan tafel. Wat hoop je? Wat is jullie uiteindelijke doel met Van Spijk in combinatie met HW Sport aan tafel? Nou, het is voor ons natuurlijk wel een unieke kans om heel veel mensen uit de Hoekse Waard in één keer kennis te laten maken met Van Spijk. Ik bedoel, als je in één keer alle verenigingen uit de Hoekse Waard kan binnenkrijgen en gelijk een stukje je zaak promoten, dat is natuurlijk voor ons een geweldige kans. We gaan er iets moois van maken, Patrick. Dat gaan we zeker doen, Wim. We hebben er zin in. Dit was HW Sport aan tafel, de allereerste uitzending en ik heb het naar mijn zin gehad. Ik hoop u ook. Over een aantal weken zijn we weer terug met aflevering nummer 2. HW Sport aan tafel bij HW1. Tot ziens.